Bij Verantwoord vinden we het belangrijk om veilig te werken. Dat begint eigenlijk bij het begin. Als een chauffeur in dienst komt, krijgt diegene een handboek chauffeur, een personeelsgids waar onze normen en waarden in vermeld staan, en gaat diegene met een mentor chauffeur op pad. Daarin komt veiligheid zeer uitgebreid aan bod. Verder maken wij jaarlijks een ongevallenanalyse en bespreken we deze met de chauffeurs. Tevens hebben we een jaarlijkse personeelsbijeenkomst en komt ook daar het onderwerp veiligheid aan bod. En afgelopen jaar hebben we onze verzekeraar uitgenodigd om over dit onderwerp wat meer te vertellen. En dit sprak onze chauffeurs zeer erg aan. Verder geven onze dispatchers de berichten door via de boordcomputer en wordt er verzocht enkel handsfree te bellen. En dankzij deze inspanningen hebben wij in 2020 de Truck Safety Award gewonnen, waar we nog steeds heel erg trots op zijn. Belangrijk, ja. We proberen ongevallen te vermijden. We hebben vorig jaar een Safety Award gewonnen. We letten nog altijd op de veiligheid en het is altijd beter van iets meer geld te spenderen in veiligheid of een serieus ongeval te creëren. Ik sta liever in de krant, ja, met een goede naam dan een slechte naam. Verandering brengen in minder goede gewoontes is een moeilijk proces. Maar via interactieve en doelgerichte acties proberen we de chauffeurs op het juiste pad te krijgen. De gamification van bepaalde tools hierbij is een uitstekend hulpmiddel. NextDriver, een app waar de chauffeurs uitgedaagd worden om hun reisstatistieken van de voorgaande week te verbeteren, is hier een goed voorbeeld van.